Have a little patience. Take That bandlid Mark Owen is zondag met zijn vriendin Emma Ferguson in het huwelijksbootje gestapt. Het stel trouwde in Schotland en onder de 50 genodigden waren zijn bandmaatjes Gary Barlow, Jason Orange en Howard Donald. Helaas kon Robbie Williams niet bij de trouwerij aanwezig zijn vanwege promotiewerkzaamheden voor zijn nieuwe cd. Linda Wagemaker schitterde dit weekend op de première van de musical Hans en Grietje als de gemene heks. De sterren kwamen van heinde en verre om het sprookje te aanschouwen. Linda loopt al een aantal jaar mee in de musicalwereld en heeft daarom voor deze productie een flinke vinger in de pap gekregen. Je hebt eigenlijk heel veel inbreng en dat merk je tijdens het repetitieproces. Maar ook dat je, nou, ik mag mijn eigen jurk ontwerpen, een beetje meedenken aan het verhaal. Hans en Grietje is vanaf nu te zien in het theater. Nadia Salman, oftewel Octomom, zou best nog een kindje willen. De moeder van 14 kinderen zegt in de Britse krant de Daily Mail dat er wel plaats is voor nog een baby. Maar dan wil ze wel eerst trouwen. Er is echter een groot probleem. Octomom heeft momenteel geen relatie. Salman beviel in januari van een achtling door middel van IVF. De 33-jarige was toen al moeder van 6 kinderen. Inmiddels is het productiebedrijf van Reinhard Oerlemans al begonnen met de opnames van de reality soap rondom de veelbesproken Amerikaanse. 14 kinderen. Word je toch al moe van dat je er aan denkt? Kijk, dat jullie niet aan moet denken. Nee, eerlijk gezegd niet. Jamai, gaan we.